Het stapvast systeem van Weber. Het stabilisatiesysteem. Veelzijdig. Eenvoudig. Snel. Sterk. En veilig. Het speciaal systeem bestaat uit 3 steunpoten met spanbanden en haken. Een instelbare wig en een speciaal snijinstrument. Alles zit handig opgeborgen in 2 draagtassen, zodat het snel inzetbaar is, maar ook makkelijk opgeborgen kan worden in een brandweervoertuig. In dit voorbeeld gaan we kijken hoe we een voertuig stabiliseren dat gekanteld is. In dit geval werd ervoor gekozen om de stapvast eerst aan te brengen aan de bodem van de gekantelde wagen. Stel in op de juiste lengte. Plaats de steunpoten onder een juiste hoek. Maak de haak zo laag mogelijk vast aan een niet bewegend deel en trek handvast aan. Aan de andere kant is de stabilisatie ook al aan de gang. Met het speciaal ontworpen snijinstrument wordt er een opening in de motorkap gemaakt om de haak te bevestigen. Ook dit gebeurt best zo laag mogelijk. De achterkant is zo gemaakt dat je op een eenvoudige manier de opening kan vergroten. De tweede steun wordt op dezelfde manier geplaatst als de eerste. Stel in op de juiste lengte. Plaats de steunpoten onder een juiste hoek. Maak de haak zo laag mogelijk vast aan een niet bewegend deel en trek handvast aan. De steunen zijn dus geplaatst onder een hoek van ongeveer 30 graden. Door de driehoek wordt de steun omhoog geduwd tegen het voertuig. Op deze manier bekomen we een optimale stabilisatie. De speciaal ontworpen voet zit stevig tegen de grond en kan indien nodig vastgemaakt worden met extra pinnen. De stapvast is zo ontworpen dat hij zeer snel geblokkeerd kan worden in de 4 verschillende posities. Aan de top van de steun zit een beugel met tanden die verhindert dat de steun kan wegschuiven. De spanbanden worden nu gelijktijdig aangetrokken om te vermijden dat het voertuig kan bewegen. De achterkant van de wagen gaan we stabiliseren met een steun en een wig. Op deze manier is het nog mogelijk om later het dak te verwijderen. Zoals je kan zien, vormen de steunen geen belemmering voor de dakverwijdering.